De deuren tot mijn House of Petrolhead, mijn bijzondere verzameling autobrochures, autofolders, persmappen en andere autogerelateerde zaken zijn normaliter hermetisch gesloten. Maar via deze weg gun ik u een blik op mijn, ja, toch wel unieke collectie, waar ik enorm trots op ben. Ik neem u mee door mijn folders. Kijk, bij zo'n Mercedes-Benz S-klasse kun je naar elke willekeurige dealer gaan om die auto te kopen. Maar dat is een ander verhaal voor een Mercedes Maybach S600 of een S650 Pullman. Dit is maatwerk. Dit is een auto die kost een €500.000 exclusief belastingen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met een brochure? Bestaat er überhaupt een brochure van deze auto? Jazeker, die bestaat. Ik zal hem u laten zien. En dat doe ik uiteraard op de achterstoel van die S600 Pullman. Ja, het is natuurlijk geen standaard brochure. Er zijn zelfs twee verschillende versies. Ik zal hem voorzichtig neerleggen. Hij komt overigens uit mijn eigen collectie. Hij is niet toebedeeld aan deze auto. Het is een heel mooi boekwerk. Voordat ik hem even pak, doe ik even het tafeltje uitklappen. En daarop kunnen we hem prachtig neerleggen. Even kijken. Sorry. Weet ik ook gelijk hoe dat werkt. Want ik heb de folder wel gelezen, maar daar staat het niet in. Kijk, je schuift hem eruit. Deze even voorzichtig hier neer. En dan kijk eens wat een enorm boekwerk dat het is. Al helemaal fraai dat hij in zo'n slipcase zit. En dan, dit is de S600 Pullman. De auto is inmiddels vervangen door een S650 Pullman. Met een iets aangepaste motor. En als je dan door zo'n brochure heen bladert, dan begint dat natuurlijk bij een klein stukje historie. Ja, want die naam Pullman, die wordt al sinds de jaren 60 door Mercedes-Benz gebruikt. Het is niet een naam die wordt of is uitgevonden of voor het eerst is toegepast door Mercedes-Benz. Nee, ze hebben hem wel eerder gebruikt. En deze grandeur, deze limousine, de 600, was de eerste Pullman van het merk zoals ze dat eigenlijk nu in deze huidige vorm terugzien. Nou, die auto die woog dan 3340 kilo inclusief bagage en in zittende topsnelheid van 200 km per uur. En kijk eens wat een fraai, mooi klassiek plaatje. Een stukje historie staat erin. Ik laat u niet alle, alle pagina's zien. We gaan gelijk over naar de auto waarin we nu hebben plaatsgenomen. De 600. De auto is 6,5 meter lang. Dat verraadt overigens niet waarom die folder zo groot is, want de foto's kun je natuurlijk altijd aanpassen. Kijk, met die typische V12 wielen, dat typische Maybach raamlijsten en dan dat logo op die D-stijl in dit geval, met dat kleine zijruitje. En het gaat hier alleen maar om de brochure, foto's, een stukje beleving, tekst is eigenlijk overbodig. Dit moet je ervaren, dit moet je zien. Dit moet je beleven. En dan zie je hier een heel mooi interieur. Heel licht van kleur. Net zoals het interieur waar we nu zitten. Maar dat is afgewerkt met donker lederen plafondbekleding. Waarin dan die 3 metertjes zijn opgenomen. Hier zie je die vis-à-vis stoeltjes. Waarvan je het zitvlak kunt opklappen. Zodat je altijd meer beenruimte hebt. En dan hier zie je de champagnefles met die zilveren handgemaakte bekers die ook in deze auto aanwezig zijn. Met dat mooie diamond cut ruitjes bekleding. In dit geval ook een glazen dak. Dit is een standaard dak. Kijk, allemaal hoogglanspapier. Hele mooie brochure. En je ziet het al, het gaat hoofdzakelijk om het interieur in die brochure en niet het exterieur. Nee, dat het geen stilistische, ja, schoonheid is, dat is onbelangrijk. Het gaat erom dat je in deze auto vervoerd wordt en dan wil je dat zo comfortabel mogelijk, ja, doen. Het televisiescherm zit voor dat, voor die scheidingswand, kun je die omhoog klappen. Die V12 motor, 530 pk in dit geval, het blok. Ja, waarschijnlijk ziet de eigenaar, de koper van deze auto, dat blok alleen op deze foto. Want voor de rest laat hij zijn chauffeur naar de Mercedes-Benz dealer
rijden als de Mercedes-Benz dealer de auto al niet voor de klant ophaalt. Het gaat allemaal om detaillering. Zo beleef je deze auto in deze brochure. Sla ik even een paar plaatjes over, want dan gaat het over het handwerk. Wat maakt nou deze auto zo bijzonder? Die Burmeister, geluidsinstallatie, dat handwerk. Ja. Wat je in de folder niet ziet, is dat de auto door Brabus wordt gemaakt en dat de lederen bekleding, de afwerking van het interieur, allemaal door Brabus gebeurt. Dit is een persoonlijk wapen in de hoofdsteunen, de initialen van de koper. Daar kun je ook het Maybach logo aan laten brengen. En kijk eens, wat een mooie kleurstelling. Dat blauw met dat lichte en dan die houtafwerking. Zeer excentriek. Het is allemaal mogelijk. En dat zijn mogelijkheden die kun je niet in... Hoeveel pagina's heeft deze brochure? Ik denk 128. In 128 pagina's uitleggen. Nee, dat is zien en dat is gewoon je persoonlijke smaak. Elke pagina of elke interieur kun je je persoonlijke touch geven. En dat kun je niet op zo'n pagina kwijt. Ja, dat is dan de catalogus van de Maybach S600 Pullman. Maar dan bestaat er nog een tweede brochure van die auto. En dat is deze uitgebreide map. En dit is eigenlijk ja, wat je misschien wel over de streep moet trekken. Als je geïnteresseerd bent in deze auto. Dit is heel fraai. Dit zijn relatief dikke kaarten. Kijk maar even voorzichtig. En dan zie je hem hier gebroedelijk met de S600 Pullman staan. En al deze kaarten hebben allemaal één foto. Met op de achterzijde een klein stukje tekst. Kijk, dat interieur. Geen hoogpolig tapijt. Hoort bij deze auto wel. De tapijtzet ligt nog achterin. Zodat wij het in ieder geval niet vuil maken. Cameraman Noël en ik. Dan heb je hier weer de foto van de motor. Ja. Helaas is Mercedes-Benz gestopt met het vervaardigen van brochures. Maar nu zie je toch dat bij zoiets... Deze auto wordt niet in een week gebouwd. Deze auto is op speciale bestelling. Deze auto wordt naar klantenwens gemaakt. En dan kun je zeggen, oké, klantenwens. Daar hoef je geen brochure voor te maken. Want hij is helemaal gepersonaliseerd. Maar aan de andere kant is het zo dat met die brochure kun je de wachttijd dat je de auto bestelt en dat die uiteindelijk wordt geleverd overbruggen. En kun je alvast aan je bodyguard laten zien op welke rechtervoorstoel dat hij komt te zitten. Kun je aan je chauffeur laten zien wat zijn nieuwe werkomgeving wordt. Ja, en zo'n brochure is natuurlijk altijd voor de verzamelaar een stukje historie.